Ja, ik was gewoon onderweg naar huis en opeens was er een auto die stond stil midden op de weg. En op het moment dat ik dat zag, kon ik niet meer remmen, er niet meer omheen. En nou, dat was wel echt een knal. Ja, toteloos wil ik niet zeggen, maar die was echt naar de kloten, zeg maar. Hallo, ik ben Urwe Manuelsson en welkom bij Vice. Ik denk als ik terug zou kunnen in de tijd, dat ik terug zou willen gaan naar de tijd dat mijn vader voetbalde. Overal waar ik loop, in Amsterdam vooral, zeker in de buurt waar ik woon, hoor ik alleen maar mooie verhalen over mijn vader en zijn tijd in Suriname en bij Robin Hood dat hij speelde. Ik geloof dat hij een wedstrijd in de Meer tegen Ajax heeft gespeeld, van wat ik heb horen zeggen, dat hij een geweldige wedstrijd speelde. Alleen, ja, ik vind het jammer dat ik daar nooit beelden van heb meegekregen. Ik heb het moeten doen met krantenknipsels en de verhalen van de mensen van zijn generatie. Volgens mij was ik net bij de selectie bij Ajax. Bogdan Lobont die kwam toen met een wat voor ons echt een hele lelijke broek was. Maar ik weet niet, het was van een bepaald merk en was ontzettend duur. Ja, dus er is zeg maar een grote tafel waar iemand iets neerlegt om handtekeningen op te zetten. En toen had iemand zijn broek gepakt en op die tafel gelegd. En iedereen tekenen, iedereen een handtekening erop zetten. Bogdan kwam zelf ook met zijn stift, toen zijn handtekening erop. Ja, iedereen lag in een deuk op dat moment. Hij had zelf niet door. Broek ging naar die broek kijken. Hij was best wel boos daarover. Weet je nog wie de broek er neer had gelegd? Dat was Zlatan die de broek... Ik denk bij het overlijden van mijn oma. Ik denk dat dat wel, denk ik, voor mij het laatste moment dat ik echt gehaald heb. Nou ja, mijn oma was een tweede moeder. Wat ik van mijn oma kan herinneren was nog dat zij naar een wedstrijd kwam kijken. En we speelden echt tegen een schopploeg. En ik kreeg ook echt heel veel schoppen die wedstrijd. Dat kon ze niet tegen. En dan ging ze echt gewoon op het veld de jongens aanspreken van niet meer doen. En ze was wel altijd iemand die in dat opzicht voor me opkwam. Het zal een auto wel zijn geweest, denk ik. Ja, ik denk dat dat wel het grootste is wat ik heb gesloopt. Het was in Milaan. Ik kwam terug uit een etentje. En ik was gewoon onderweg naar huis. En opeens was er een auto. Het stond stil midden op de weg. En op het moment dat ik dat zag, kon ik niet meer remmen, er niet meer omheen. En ik ging echt vol tegen de auto aan. En dat was wel echt een knal. Ja, toteloos wil ik niet zeggen, maar die was echt naar de kloten, zeg maar. Voor hoe lang? Eén dag. Ik zou wachten tot de NBA playoffs. En dan zou ik een wedstrijd van de LA Lakers mee willen maken. Maar dan ook zeg maar, de voorbereiding daarop. Dus in de kleedkamer kijken hoe ze zich voorbereiden, hoe zo'n wedstrijdbespreking eraan toe gaat. Wat ik zelf heel erg jammer vind, dat ik Kobe Bryant nooit live heb kunnen meemaken. Ik denk dat misschien dat ook wel iets voor de tijdmachine zou kunnen zijn. Ik zou denk ik op dit moment bij GC... Bayback. Omdat hij een beetje de gek van de club is. Bijvoorbeeld vorige week bijvoorbeeld, dan is er muziek in de kleedkamer en dan pakt hij weer een bezemstil en dan gaat hij weer optreden met gekke dansjes. Ja, het was een nummer van Michael Jackson, geloof ik. Als je dan toch iemand moet kiezen om nog lol te hebben op het laatste moment waar de wereld voor gaat, ja, dan zou ik voor hem kiezen. Aparte vragen, moeilijke vraag af en toe om daar zeg maar, juiste antwoord op te geven. Maar ik moet zeggen, ik vond het een heel leuk interview. Groetjes.